Goedemiddag allemaal. Dit is filmpje nummer 3. Ik had net leuk, heel leuk filmpje opgenomen. Toen bleek mijn camera, die stopte er ineens mee. Dus ik denk, ik plak het aan elkaar. En dat wilde ik doen. En toen moest ik ruimte maken op mijn telefoon. Want dan kon dat ding kon dat ding niet aan of zo. Ik weet het ook niet. En toen was ik ineens mijn filmpje kwijt. Dus, al met al, ik ben gewoon weer lekker overnieuw begonnen. Dus, je hoort geluid, maar mijn konijn die loopt los. Dus dat hoor je af en toe, dat getippel. Ik ga niet elke keer weer zeggen van het is donker. En, want volgens mij valt het allemaal wel mee als de video bekeken wordt. Welkom allemaal. Ik ben Cindy van de Woolly Knitter, zoals jullie weten. Voor mijn nieuwe kijkers, want ik zag dat ik wat nieuwe abonnees had gekregen. Heel erg lief, dankjewel daarvoor. Ik ben Cindy, ik woon in Ede. Met dieren, zoals je hoort. Een konijn, twee honden en twee valkpakieten. En ik woon samen met mijn vriend. En voor de terugkerende kijkers, welkom. Ook weer heel erg lief en leuk dat jullie de tijd nemen om weer even een half uurtje met mij even wachten. Om met mij te spenderen en mij aan te horen over mijn breihandwerk perikelen, zeg maar. Het is een maand geleden dat ik heb opgenomen. Dat komt, zoals de meesten die mij volgen weten, dat mijn vader is plotseling overleden. Hij werd eerst niet zo lekker. Hij werd geel. En toen moest hij voor controle naar het ziekenhuis. En dan bleek hij alvleesklierkanker te hebben. En de uitgang van zijn alvleesklier naar zijn gal, die bleek door die tumor geblokkeerd te zijn, waardoor hij dus geel zag. Een oplossing kon zijn, en hebben we ook gedaan, was een stent plaatsen. Dat is gebeurd op een vrijdag. En woensdag heb ik hem nog gezien. Vrijdag ging hij naar het ziekenhuis en de operatie was gelukt. Er waren ook wat ontstekingen weggehaald in zijn maag en darmen. En hij mocht naar huis. Sorry, vrijdagavond. En zaterdag was ik aan het uiteten met mijn broer en mijn zus. En toen werden we gebeld door mijn moeder dat mijn vader weer terug moest naar het ziekenhuis. Ik ben zondags geweest. En in ieder geval bleek het gewoon slechter te zijn dan dat we gedacht hadden. Of dat we eigenlijk al een paar dagen wisten. En zaterdag in het ziekenhuis en woensdags is die overleden. Dus dat was voor ons een schok. En het is nog steeds een schok. Dus als ik soms een beetje warrig klink, dan komt het omdat ik het nog niet helemaal besef. Dus daar heb ik vorige week woensdag hebben we hem begraven. Alles gegaan zoals dat hij het graag zou willen. En dan moet je ineens verder zonder je vader. Ik heb natuurlijk nog wel mijn moeder. En we zijn er zoveel mogelijk voor haar. En dan besef je ineens dat en het leven heel kort is. En dat je er eigenlijk het beste van moet maken. En gezien alle rotzooi in de wereld die nu allemaal gaande is. Denk ik wel eens van. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moet denken allemaal. Ik vind het allemaal erg triest wat er aan de hand is. En ik ben heel verdrietig dat ik mijn vader natuurlijk kwijt ben. Weet je, het leven is zo kort. En ik ben heel blij dat ik wel een leuke hobby heb om een beetje mijn gedachten te verzetten.
Maar hoe stom het misschien ook klinkt, en misschien meerdere mensen het wel eens zeggen, maar als dit dan ineens gebeurt, besef je eigenlijk dat je gewoon het beste ervan moet maken. En voor het weten, ja, ben je er niet meer. Of een geliefde is er niet meer. Of je wordt ziek. Nou ja, dat soort dingen. Dus ja. Al met al trieste, ja, trieste weken achter de rug. Maar ja, zoals ik ook op Instagram zei, ik heb wel mijn breien weer opgepakt. Want dat werkt voor mij erg ontspannend. En ja, vind het gewoon fijn. En ik vind het leuk dat er ook een hele hoop mensen op Instagram die dezelfde handvaardigheid en hobby's hebben als ik, die mij dan ook een heel lief berichtje sturen. En ja, daar ben ik alleen maar blij om. En dat vind ik alleen maar hartstikke lief. Dus dank iedereen daarvoor die mij een hart onder de riem hebben gestoken. En ja, dat ik toch deze vorm van handvaardigheid geleerd heb van mijn oma en vooral van mijn moeder. Dus en dat ik daar nu mijn ei in kwijt kan. En ja, eventjes wat anders aan mijn hoofd als nadenken over hadden we het kunnen weten, hadden we het kunnen voorkomen, hadden we. Maar ja, dat kan dus niet. Dus we gaan nu toch maar lekker over breien kletsen. Maar ik wilde dit eventjes kwijt en ik wilde ook de mensen eventjes bedanken die mij een berichtje hadden gestuurd. Dus dat heb ik bij deze gedaan. Vorige podcast heb ik gezegd dat ik geen finished object had, maar die had ik wel. Ik heb ze ook aan. Dus ik trek er even van mijn voeten. Ik heb geen stinkvoeten. Nou, zo gelukkig geen geurtenveen. Dus dat maakt niet uit. Dat waren deze. Deze is het in ieder geval. Dat is de één. Daar heb ik een contrasterende kleur teen bij gemaakt. En toen was ik bezig met de tweede sok. Die heb ik jullie ook even laten zien. En toen dacht ik ineens van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar volgens mij. Het gaat nu al pluizen. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Volgens mij kom ik tekort om er weer nog een hele sok zo te maken. En dan alleen de hiel. Dus toen heb ik de contrasterende kleur waar ik toch 20 grams van had. Heb ik een boord heb ik er mee gemaakt. De hiel en de teen. Dus ik heb wel een beetje matchy-matchy sokken. Alleen de hiel en de boord is anders. Nou, met dit weer zit de boord toch lekker in je broek. En je hiel, nou ja, goed. Dat zie je dan een klein stukje met, hoe heet het, in je schoen. Lekker belangrijk. Maakt me helemaal niks uit. Ik doe ze weer aan, want anders krijg ik koude voeten. Ze zitten trouwens heerlijk. De wol is echt heel zacht. Dus dat is fijn. Dus dat is mijn eerste finished object die ik heb. Dan was ik bezig met sokken die met wol die ik zelf gesponnen had. Dan heb ik dit nog over. Dit is, dit komt lichter over op de camera als dat het in werkelijkheid is. Het is wat feller groen en geel. Dit is 44 gram. En deze twee sokken heb ik van de eerste gram gemaakt. Nou heb ik ook nog op de spoel zitten. Dus ik had niet een volledig 100 grams cake gemaakt. Dit is zijn mijn sokken. Ik heb een 3 bij 1 rib ben ik mee begonnen. En die ja, ben ik gewoon zo doorgegaan op de voet. Bovenkant voet. Mindering gemaakt, heel flap, heel turn. En kijk hoe leuk. Het garen is niet gelijk, maar dat geeft ook helemaal niet. Dat heb je ook met dat het handgesponnen is door mezelf. De fiber die was van Crealine Design.
Dus dit zijn twee hele mooie sokken. Nou zijn die sokken 41 grams. Dus ik kan hier nog gewoon een paar sokken van breien. En dat ga ik ook zeker doen. Want het is heerlijk zacht. Het is hartstikke leuk. Het effect is echt heel erg mooi. En dus ja, ik ga er nog een paar sokken van maken. En dan heb ik gewoon twee hele mooie paar handgesponnen, handgebreide sokken. Leuk hè? Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dat is finish object nummer 2. Dan op naar de waar ik mee bezig ben. Sunny Design en Design by Tini. Het is oktober natuurlijk, dus soktober. En gaan we sokken breien. Nou doe ik dat ook buiten oktober, maar vooral met oktober doen we dat met elkaar. En die houden een soktober party. En het patroon is de strawberry cheesecake socks. Ik ga een fotootje pakken. Moet ik al even mijn telefoon erbij pakken. Maar dat geeft helemaal niks. Oeps. Verkeerde kant op. Zal ik jullie even laten zien hoe die sokken eruit zien van de dame zelf. Het is een gratis patroon op Ravelry. Even kijken of ik de volledige sok kan zien. Of alleen maar een klein stukje. Een klein stukje, maar dat maakt niet uit. Je ziet nu in ieder geval het patroon. Komt-ie dan. Dit zijn de strawberry cheesecake socks. Met van die kleine aardbeidjes aan de zijkant. Van allebei de voeten. Zij heeft dan een contrasterende teen en hiel. Nou, ik doe dat niet. Het patroon is van Debbie nog wat. Heel goed voorbereid, Cindy. Debbie Ford is zijn de sokken van. Is het patroon van. Geen corona. Alleen maar verkouden alle week of twee. Ga vanzelf over. Zijn we ook altijd vorige jongetje hoort. Wat ik niet hoop. Maar dus ik ben deze sokken aan het maken. Nou is het patroon volgens mij vier keer een vier repeat. Vier herhalingen van het basispatroontje, zeg maar. Maar ik heb hem maar twee keer gedaan. Dit is het. Bij mij in ieder geval. Hier zit er bovenin 1 en dan 2 en dan weer 1 en dan weer 2. Dus ik heb hem twee keer gedaan, want het is een 16 toeren patroon. Dus dan zit ik aan 32. En ik vond dat eigenlijk meer dan genoeg. Want ik ben niet zo van de hele lange sokken. Dus ik ben al met de hiel begonnen. Ik doe gewoon weer de heel flap en de heel turn. En volgens mij is dat ook in het patroon zo. Dus daar ben ik mee bezig. En ik brei het met de Sauberball Crazy. Nou, dat geeft net zo'n gaaf effect, vind ik, als de handgesponnen wol die ik zelf dan heb gedaan. Kijk, hartstikke leuk. Hier lijkt heel erg op blauw, maar het is meer een beetje paarsig. Ja, blauw paars. Ik weet niet precies. Dus daar ben ik zo ver mee. Ik brei het op de Chow Goo rondbreinaal 23 centimeter, 2,5 millimeter. Patroon is voor 2,25. Ja, 2,25, ja. Alleen als ik dan het aantal steken opzet, dan zit die voor mij niet zo prettig. Dus ik heb het op een 2,5 gedaan. Dus
Dus dit zijn de sokken waar ik nu met Soktober mee bezig ben. Hartstikke leuk. Ik vind het ook leuk dat die dames dat georganiseerd hebben. Ik heb eigenlijk nooit meegedaan met Soktober. Nu had ik zoiets van, ja, waarom ook niet eigenlijk. Het is weer eens wat anders. En ik doe eens wat anders. Een ander patroontje vind ik ook altijd hartstikke leuk. En dus dat zijn mijn sokken. Ik heb nog zo'n Sauberbal. Zoals jullie kunnen zien. En daar moet ik ook nog sokken van maken. Maar dat komt allemaal wel. Dat doe ik niet nu. Dan heb ik... Ik denk niet dat ik heel veel gedaan heb aan de sjaal van mijn moeder. De Boho Blush sjaal. Dat is deze. Ja... Volgens mij was ik de vorige keer bij dat brioche. En nu heb ik ja, een paar toeren gedaan. Maar goed, ik heb heel erg veel met trui gedaan. Dat ga ik zo meteen laten zien. Dus, en daarna ga ik ook weer verder met de sjaal. Dus het is garen wat ik zelf heb geverfd. In ieder geval deze en deze. En de onderste, de lichtste, heeft Happy Knitting geverfd voor mij. Of tenminste niet voor mij. Die had ze geverfd en die heb ik gebruikt. En dit is Kids Silk van Drops. En hierboven komt er nog een gedeelte. En dan eerst deze. En dan komt er weer de lace. En dan weer gewoon deze gedeelte. En die gaat dan in het neonroze. Waar ook de spikkels van zijn in deze streng, zeg maar. Dus dat is... De sjaal van mijn moeder. Niet heel ver meegekomen. Maar dat maakt in principe ook niet uit. Mijn andere project waar ik mee bezig ben. Dat is... Even mijn mandje pakken. Dat is de... Cozy Comfort Throw. Van A Homespun House. Die doe ik samen met Georgina. Van Happy Knitting. Als vriendinnenproject. Zij heeft hem in hele mooie roze kleurtjes. En... Het is een deken die je dubbeldraads breidt, zoals je ziet. En dit is mijn hoofdkleur. En dat is de vier strengen die ik toen door Eline heb laten verven van Crealine Design. Ik heb er nog twee, want het is eigenlijk 5 keer 100 grams. Dit zijn die andere twee. Dit is de wat licht en dit is de hele donkere. En dan doe je het samen met een bolletje 20 grams. En dan zijn het volgens mij 26 bolletjes van 20 grams. En dan heb je op een gegeven moment een hele mooie streepdeken. Dubbeldraads gebreid. Dus lekker warm. En het voelt nu al hartstikke lekker aan, die ribbels. Dus dit is die van mij al. Ik ben nog niet zo heel erg ver. Maar dat maakt helemaal niet uit. Het is geen wedstrijd. Kijk, voor mij is het dan licht... Donker, licht, donker. Nou, dit zijn twee wat lichtere kleuren. En dan heb je de paars en rozige kleurtjes. Nu had ik verzonnen, als ik deze ga gebruiken, om daar de wat lichtere bolletjes bij te gebruiken. Want anders denk ik niet dat je ze ziet als ik een donkere kleur ga gebruiken. Dus dat had ik een beetje verzonnen. Dus daar ben ik ook... lekker mee bezig. Ik brei deze op de Chow Gu 5,5 mm. Dus het wordt gewoon, dit is even dubbel gehouden, maar eigenlijk is die gewoon enkel. En dan is die gewoon al lekker lang. En op een gegeven moment wordt die gewoon, ja, de lengte die ik graag zou willen. Eigenlijk moet je 5 keer 100 grams volgens mij hebben. Maar ik heb er maar 4, dus ik ga kijken op den duur, als ik dat allemaal op heb, hoe ver ik kom. En misschien vind ik dat eigenlijk dan ook wel genoeg. En dan hou ik het gewoon lekker zo. Dus de Cozy Comfort Throw. Een betaald patroon op de site van A Homespun House. Dan, lieve mensen. Zoveel liefde op mijn kanaal. Over mijn trui. Dat vind ik echt helemaal geweldig. De Vosfijn sweater.
van Helga Semmingsen, volgens mij. Maar ik heb link alles toch onder mijn videootje, dus dat komt wel goed. Als jullie hem willen kopen op Ravelry, dan kan je hem dan zeker vinden. Dit is hem. Dit is de onderkant. Een boord. Dit is het kleurwerk aan de onderkant. Ja, het moet natuurlijk nog helemaal geblokt worden. Dan wordt het allemaal weer helemaal netjes. Nu ziet het er nog niet zo netjes uit, maar dat maakt niet. Dat komt helemaal goed. Dit is de onderkant kleurwerk. En ik heb de boord. Dat is een 2x1 ribboord. Die heb ik in de bruinige kleur gedaan. En waarom was dat? Ik had van de witte heb ik niet meer zo heel veel over. Ik had nog iets minder dan 100 gram over. En toen moest ik nog dit gedeelte doen. Hier zo, zeg maar. Hier bij het voor de bord. En allebei de mouwen moest ik nog doen. En dat is ook best een stuk nog. Dus ik dacht, daar kom ik nooit mee uit met die 100 grams. Dus aangezien ik van de bruine van deze, bruin-grijzig is die eigenlijk, heb ik nog een hele streng en dit heb ik over. Dus aangezien toch die kleur in de trui voorkomt, dacht ik van nou, ik ga gewoon die streng gebruiken. En dan maak ik gewoon die kleur boord, maak ik gewoon aan mijn trui. Dus dat heb ik gedaan. Dus het is eventjes anders als anders. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik weet zeker dat het straks zo'n fantastisch mooie trui is. De mouw zie ik eigenlijk altijd tegenop. Alleen dit keer ging het eigenlijk vrij snel. Ik heb deze gebreid denk ik in 1,5 dagen. Maar dan ben ik er niet heel de dag mee bezig geweest. Meer 's avonds, omdat toch alleen maar stockinet steek is. Nou, dit is de achterkant met de short rows. De kabels en de hele mooie structuur. Wat ik dan in ieder geval hele mooie structuur vind bij de trui. Het kleurwerk. En dan de boord. Dus hier komt nog. Want ik, zoals je ziet ben ik nu ook een beetje met dat structuur bezig. Dan komt het kleurwerk. En dan komen strakkere mouwen, zeg maar. Kijk, net zoals deze. En die doe ik ook in dat bruine. Het is vrij lange boord. Maar wel wat strakker, dus je moet een kleine naald gebruiken. Dan heb ik voor de trui het kleurwerk 4,5 gepakt. En voor deze 3,5. Dan ziet het er wel wat groot uit, vind ik. Maar goed, het moet ook natuurlijk wel lekker zitten. En het moet natuurlijk nog geblokt worden, dus dan valt het misschien allemaal wel mee. En daarbij moet ik natuurlijk ook over mijn buikje passen. Dus heb ik gewoon een 3,5 gepakt. Dan ga ik voor de mouwen. Kijk, dit past gewoon goed. Ik ben de mouwen aan het breien op rondbreinaald 23 centimeter. Even kijken, 4. Dit is 4. En ik ga de boord breien in 3. 3. Ik denk dat ik dan een hele mooie strakke boord om mijn arm heb. En mocht het me niet bevallen, vind ik het nog te losjes of te vast, dan kan ik het altijd nog wisselen. Dus, maar je moet zo meteen, als ik dit klaar heb met het kleurwerk, dan moet ik hem minderen. En dan ga je die strakke boord breien. En aangezien ik het heel fijn vind in de winter, als het wat kouder is, om hem wat langer. Dus ik denk dat ik de mouwen wat langer laat lopen en dan misschien een gaatje erin maak voor mijn duim. En dan heb je zo'n soort handwarmetje of zo. Ik denk dat ik dat doe. Dus dit is mijn Vosfijn sweater. Tot zover. Nog 1 mouw. En dan heb ik hem af. En eigenlijk had ik stiekem gehoopt dat het volgende week bij de breibeurs heel koud is. Dat gaat hem niet worden.
Anders zou ik gewoon deze trui lekker aan kunnen doen. Ja, dat ga ik dus volgende week doen naar de breibeurs in Zwolle. Ik ja, zou het leuk vinden als er misschien ook anderen zouden komen en een praatje maken, een bakje doen of zo. Gewoon eens even gezellig kletsen. Vind ik leuk om andere mensen de gezichten bij te zien. En ja, kijken het hoe en wat. Gewoon een praatje maken is leuk. Dus mocht je ook naar Zwolle gaan, dan nou, laat het me weten hier onder het commentaar of op Insta. Als je het niet hieronder weer neer wil zetten, dan mag het natuurlijk ook voor iedereen vrij. Dus dat. Daar ben ik volgende week te vinden. Vrijdag trouwens, niet op zaterdag. Dan heb ik jullie de vorige podcast laten zien. De deken van mijn zoon. Nou, ik ben door de eerste streng heen van deze kleur. Deze donker paars met groen en rood. En nou ja, er zitten van allerlei kleuren in. Dit is de rest van de corner-to-corner deken voor mijn zoon. Ik heb er niet heel veel aan gedaan. Ik wil wel deze kleur eigenlijk laten lopen, want ik heb nog veel meer hiervan, tot aan de gewenste lengte. Breedte bedoel ik. En dan ga ik weer terug. En dan, als ik hem dan verklein, dan ga ik weer met deze verder. Met gewoon de kleurtjes, zeg maar. Dus dan heb je gewoon een middenstuk met deze kleur. En dan bij twee zijkanten heb je dan, de gekleurde dingetjes, zeg maar. Gekleurde wolletjes. Het is dubbeldraads. Alleen deze niet, want dit is die cable. De andere is allemaal fingering weight. Dubbeldraads bij elkaar gezocht. En ja, daar ben ik zo mee aan het haken. Ik haak hem met haaknaald 4,5. En ja, daar ga ik ook weer wat meer liefde aan geven. Zodat als het straks wat kouder wordt, dat hij in zijn huisje een lekkere deken heeft. Dus daar ben ik ook tussendoor op de bank mee bezig. Want ja, dat is gewoon makkelijk. Het is een makkelijk werkje om te doen bij televisie kijken of zo. Hoef je niet zo over na te denken. Dat waren mijn breien projecten. Ja, ik heb er natuurlijk nog meer. Rosa uit de bal. Het hele mooie vest van Sietse Hooivik. Daar ga ik verder mee als ik de Fosfine sweater af heb. Want ik ga voor mezelf wel dat ik maar één kleurwerkproject per keer heb. Want anders wordt het me allemaal gewoon veel te veel. Kleine projectjes allemaal tussendoor, dat kan allemaal prima. Maar een vest of een sweater of weet ik veel wat. Ja, daar ben je toch wel wat langer mee bezig. En dat is op zich helemaal niet erg. Maar ja, ik wil daar wel gewoon alle aandacht en liefde aan geven die ik dan heb. Dus Rosa die komt, maar eerst de trui af. Sorry, ik slaap heel slecht de laatste tijd, dus ik ben ook echt wel heel moe. Maar het komt ook allemaal weer goed. Ik zet dit even van mijn tafeltje af, dan heb ik wat meer ruimte. Dan heb ik nog wat dingetjes gekocht. Ik denk dat mijn spin mojo een beetje terug is. Want aangezien ik die sokken van mijn eigen gespinnen wol. Dat had ik niet moeten doen. Dat ik dat zo gaaf vind. En ik op internet heb gezocht naar sokkenwol. Die je zelf kan spinnen. Nou, ik kan niet zo heel erg veel vinden. En als ik het wel gevonden had, vond ik de kleuren niet zo mooi. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben op de site van Schapenvacht en Lifestyle gaan kijken. En daar kwam ik die tegen. Merino nylon. 50 gram. 2x50 gram heb ik besteld. Want ik heb 50 gram maar nodig voor een paar sokken voor mezelf. Dus ik denk, dan kan ik allebei in een ander kleurtje verven die ik gewoon zelf heel erg leuk vind. En dan ga ik dat spinnen. Dan waren er nog buitenkansjes. Nou ja, een kansje kan je eigenlijk nooit laten liggen. Dus dit is mijn buitenkansje Merino Bamboe App en Vloed.
50 grams. Nou, 2,50, dus ook niks. Donkerblauw met lichtblauw en een beetje goudkleurig geel. Dus ben ik ook benieuwd naar wat ik daarmee ga maken. Maar dan ga ik echt zeker spinnen. En deze is donkergroen met donkerblauw. Een goudkleurig draadje erin. En dat is Merino Stellina Glinsterbos. Dit is 50 grams voor €4,10. Nou, daar kan je ook niet voor dubben. Hoewel alles natuurlijk heel duur is. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar goed, dit kon ik mij veroorloven, om het zo maar te zeggen. Dan heb ik in de afgelopen tijd ook nog wat boeken gekocht. Ik heb al heel lang geleden dit boek besteld. Maar het was toen nog niet leverbaar. Ik ga even zo kijken, want dan zit ik ook gewoon in de camera te kijken. Maar dan maakt in principe ook helemaal eigenlijk niks uit. Noors Breien, het tweede boek. Of misschien hebben ze meer boeken, dat weet ik niet. De eerste was dan, die ik ken, is dat met die Noorse truien. Dit is met, voor in je huis. Dus een leuke baby dekentje. Er staan kussens in, er staan pannenlappen in, wat je natuurlijk helemaal in je eigen kleurstijl kan maken. Wat ik enorm leuk vond was, even kijken hoor, een betere foto. Ja. Ik weet niet of het een betere foto is, maar in ieder geval deze vond ik heel gaaf. Ik weet niet of je het goed kan zien. Heel groot. Pleed die je gewoon lekker over je heen kan slaan met wat patroontje erin. Die vond ik heel erg leuk. En wat kussens erin stonden, die vond ik ook echt heel erg leuk. Even kijken of ik hem zo kan vinden. Ik vind gewoon, het ziet er heel huiselijk uit. Het ziet er gewoon heel gezellig uit. En even kijken hoor. Dit kussen bijvoorbeeld vond ik ook hartstikke leuk. Dus zo staan een hele hoop dingetjes in. Zoals je op de achterkant ook ziet. Pleats, kussens. Nou, die trui zou dan uit de andere. Wandkleden staan erin. Echt hartstikke leuk. Leuk kleed voor je hond. Dus dat is het eerste boek. Het tweede boek is Scandinavian Style Christmas Knits. Nou, daar staan van die leuke sterretjes in. Kerstballetjes staan erin. Kleine eikeltjes en paddenstoeltjes wat je kan breien. Je kan er een hele herfsttafel kan je ervan van maken. Wat ik zelf heel erg leuk vond. Even kijken hoor. Kijk, dit is gewoon, de foto is gewoon hartstikke leuk. Patroontjes staan er allemaal in. Dus, het is volgens mij dezelfde foto als... Nee, niet helemaal. Als de voorkant. Ik denk, dat staat wel helemaal raar dat jullie je twee keer laat zien. Maar die kerstballen bijvoorbeeld ook. Oh, kijk dat ik niks weggeef van het patroon. Dus dat boek heb ik besteld. Zij is de boek van is van Thea Ritter. Ornaments and Decorations for a Nordic Holiday. Sorry. En dat is leuk. En dan heb je dit. En deze. En dan kan je gewoon een heel Noors stijl van maken. Ik heb dan niet zo'n buitenplaats, tuin of zo, dat heb ik niet. Maar ik heb bij sommigen dat gezien, dan hebben ze zo'n hele leuke met bank. En als je dan van die plates en die kussens en van die frummeltjes en zo daar neerlegt, is toch hartstikke leuk. Ik kan het ook in mijn kamer doen. Het derde boek is Lane Magazine. Die had ik gezien op de Insta van Rebel with a Twist. En... toen zag ik een sjaal. En naar aanleiding van de sjaal had ik zoiets, dat boek hebben. Dit is de sjaal. Het witte gedeelte is een beetje structuur gebreid, zeg maar. Ja. Met kleurwerk, kijk. Dit is de sjaal. Ik vind hem zo geweldig.
Dus die wil ik gaan maken. Maar er staan ook receptjes in. Er staan leuke truien in. De patronen staan achter in het boek. Dus ik kan gewoon lekker jullie dingen laten zien. Zonder dat ik het patroon verklap. Dus dat vind ik ook eigenlijk altijd wel heel leuk. Deze trui bijvoorbeeld. Een aanrader om dit boek, het Lane Magazine, aan te schaffen. Dus een aanrader. Dan heb ik voor de rest niks. Ik heb jullie mijn aankoop laten zien. Mijn 2 paar sokken die ik af heb gemaakt. Volgende keer, over 1 of 3, hoop ik mijn trui af te hebben. En hoop ik ook de sjaal van mijn moeder af te hebben. Dat zal echt wel top zijn als die af is. Als het allebei af is en dat ik dat aan jullie kan laten zien. En ja, dat ik met de andere dingetjes ook weer een beetje verder ben. Dus ik hoop jullie te zien op de breibeurs. Als je mij ziet lopen, tik mij gerust op mijn rug of op mijn schouder of iets. Zou ik hartstikke leuk vinden. Ja, voor de rest wens ik iedereen in de aankomende 3 weken dat ik niet hier ben. Heel veel haak, brei, borduur, spin, wat dan ook je creatieve hobby mag zijn. Dan wens ik daar heel veel plezier mee. Wees lief voor elkaar. En door alles wat je in de wereld ziet, vind ik dat we extra lief voor elkaar moeten zijn. Nou moet dit niet een heel somber podcastje zijn, maar dit wil ik wel eventjes gezegd hebben. Er is al ellende genoeg en ik ben blij dat wij een hele leuke community hebben om met breien en haken en alles garen en wol gerelateerd. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Dat was het. Dan wens ik iedereen een heel fijn weekend. Geniet ervan, doe leuke dingen en tot over 3 weken. Doeg!